lijnbushoudersorganisatie had de brandstofverhoging verwacht. Vandaar dat bij de onderhandelingen een marge was ingebouwd in de aangepaste tarieven om deze op te vangen. Dit zegt de voorzitter John Mahadeusing van de particuliere lijnbushoudersorganisatie PLO. De verhoogde bustarieven zijn per 1 augustus doorgevoerd. Vooralsnog worden de bustarieven niet verder verhoogd, zegt de PLO-voorzitter geruststellend. Bij een verdere aanpassing van de brandstofprijzen zal er weer verder moeten. Zullen we weer met de regering aan tafel moeten zitten, geeft Mahadeusing aan. We hebben dat geïndexeerd, dus het moment dat de brandstof zich zodanig gaat veranderen in prijzen, dan gaan we dat moeten indexeren. Maar op dit ogenblik hebben we een aantal zaken wat wij meegenomen in onze calculatie, hadden we al gebaseerd op de huidige bankkoers. Dus vandaar alleen de component brandstof was nog op 404 gebleven, maar we hebben ook een gap erin in die compensatie. Die gap is vrij groot, dus vandaar dat we dus niet gereageerd hebben op die 23 cent verhoging. Binnen de lijnbushoudersorganisatie zijn partijen weer op één lijn na wat meningsverschillen in de afgelopen periode. Mahadeusing zegt dat kritiek geen probleem is, zolang het opbouwend is. Hij ziet de komende periode positief tegemoet, zolang er niet meer verhogingen bij komen en de koers stabiel blijft. Laten we hopen, dat zijn ook de koersontwikkeling, maar dat moet niet te gek gaan worden, anders ga je weer met aanpassingen moeten komen. En laat me dit van zeggen, de overheid, de minister heeft beloofd tot 31 december dat het een beetje stabiel gaat blijven. Dus als het zo stabiel blijft, dan denk ik niet dat er andere zaken zijn die wij dus moeten gaan aanhalen om dat gerealiseerd te hebben. Alleen zeggen wij, het openbaar vervoer moet goed geordend worden. Dat is heel belangrijk. Het is nu een beetje chaotisch. We hebben gesproken met de minister hierover. En er zijn commissies ingesteld door de minister om te kijken hoe het openbaar vervoer beter geordend kan worden. En wij zijn altijd voorstander van. Want wanneer het zo ongeorganiseerd is, dan heb je geen goed openbaar vervoer. En dat willen we dus voorkomen. Aldus John Mahadeusing, de voorzitter van de particuliere lijnbushoudersorganisatie PLO. De lijnbushouders hadden de brandstofverhoging verwacht. Dus vandaar dat er een marge was ingebouwd in de aangepaste bustarieven om deze op te kunnen vangen. Vooralsnog worden de tarieven dus niet verder aangepast.